Joannette Zomer treedt vrijdag, aanstaande vrijdag, morgen dus, op in de kerk, Nederlands Hervormde Kerk van Roon, naast het kasteel. Daar komt zij met haar eigen ensemble, La Tulipa. En Joannette was ook in maart in deze kerk en was zo enorm onder de indruk van de akoestiek en de ruimte dat ze zei, ik wil hier graag terugkomen. Toen kwam ze met Bach Plus, het orkest waar wij altijd de opnames mee hebben, de concerten mee hebben. Maar nu komt ze met haar eigen ensemble en dan een heel ander thema, Vivaldi. Iedereen kent Vivaldi natuurlijk van de Vierjaargetijden. Nou, die gaan we niet doen. Maar Vivaldi heeft heel veel muziek geschreven voor koor of sopraan en orkest. En ook bijvoorbeeld voor instrumenten. En dat gaan we morgenavond doen. Dus instrumentale muziek. Bijvoorbeeld prachtig concert voor altblokfluit. Maar ook vocale muziek. Dus eigenlijk werk voor een sopraan geschreven met begeleiding. Over Joannette Zomer. Ja, ik zeg wel, ze is wereldberoemd, maar dat is ook echt. Ze was vorige maand nog in New York. Zij was aanvankelijk, werkte zij bij een laboratorium, dus ze was helemaal geen zangeres. Werd ontdekt, iemand zei, joh, jij moet eens naar het conservatorium gaan. Heeft daar een opleiding genoten, het conservatorium. En is toen eigenlijk heel snel ontdekt door de dirigent Philip Herrewegen van Collegium Vocale. Die was bezig met de opname van de Hohe Messe. De sopraan die eigenlijk de solo moest zingen, werd ziek. Zij mocht invallen en mocht ook gelijk meedoen aan de cd-opname van de Hohe Messe. En ja, sindsdien heeft zij natuurlijk een prachtige carrière over heel de wereld gemaakt. Maar vindt het toch ook leuk om met een klein ensemble mooie muziek te maken, gewoon in haar eigen land. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boek- en leeswinkel Het Witte Huis. Je kunt ze ook online bestellen, www.klassiekinroon.nl. En aan de kaart, aan de zaal zijn, dus bij de kerk zijn ook nog kaarten te koop. €20 per stuk.